Hallo. Ik ben eigenlijk in de Zipper begonnen in september 84. En ik ben daar terecht gekomen eigenlijk omdat ik eerst in een discotheek in Dendermonde draaide. En dat noemde Golden Gate. En zo in contact gekomen met Van Wontergem. Dat was een eigenaar van de Zipper. En dan ben ik daar in september, denk ik, in 84 begonnen. En dat was op vrijdag en zaterdag. Ja, dat was fantastisch in de tijd, omdat de vrijdag, dat was een totaal ander volk dan de zaterdag. En dat begon heel vroeg. Ik denk dat ze om 8 uur open gingen s'avonds. En om 9 uur moest ik mijn eerste slow spelen, of om 11 uur, dat was dan nog in de slow. En vrijdag was dat zo meer alternatieve muziek, zaterdag meer commercieel. En ik heb daar, ik geloof, tot 87 gedraaid. De vrijdag draaide ik meer zo wat, in het begin zo wat meer funk. Rick James, Two Sprints, Sheila E. En ook zo wat new wave. Alternatieve muziek, zoals Severed Heads. En de Comic Four, dat was toen nog meer concertzaal, dacht ik. En ik had daar een vriend, Dirk Zeijen. En eigenlijk wisselden wij info uit, platen uit. Toen kon dat allemaal. En hij draaide ook zo, ja, alle muziek voor alle soorten mensen. Dus niet gericht alleen enkel op disco of niet enkel op een bepaald genre. Nee, alles doorheen. Dus dat kon rock zijn. Van easy pop tot ja, noem het David Bowie, dat kon allemaal. En dat was vooral vrijdags. Ja, en zo is dat begonnen. Gewoonlijk was dat vroeger was dat gesponsord door, ja, door drankenleveranciers of weet ik veel. Dat was in die tijd Coca-Cola of een sigarettenmerk. Ja. En eigenlijk de themaparties die zijn eigenlijk gekomen. Ik mocht van die Mark van Wontergem. Dat was een hele organisatie hoor, want die had, ik dacht, 12 of 14 discotheek. En ik was er eens mee gaan praten om zelf een feestje te geven. En ik noemde dat House Party. House Party, er was nog geen house, maar dat was de naam House Party. En de flyertjes die waren nog zo heel primitief, getekend. Allee, allemaal zelf gedaan eigenlijk. En dat werd dan gesponsord door Marlboro. En dan kwam er een. Dan had ik een Formule 1 wagen voor de deur staan. Allee, dat was waanzin. En alles kon en alles mocht. En, ja. En zo is dat eigenlijk ontstaan ook. Zo van die, want ik nodigde dan Chris Castaar uit, Dirk Zeijen. Dan Guy de Pre van Funky Town in de tijd. En die kwamen aan draaien. En dat waren eigenlijk die eerste feestjes waar dat er verschillende collega's samen kwamen draaien. En dat was heel plezant. Dat was allemaal nieuw. Er was nog verwondering. En nu, dat is onmogelijk. Hè. Je kunt nooit meer doen wat je toen kon. Ik ging dan door als Amerikaanse DJ. Ik ben van Antwerpen. Allee. Dus en de mensen gingen daar allemaal in mee. En ja, dat was heel leuk. Ik denk dat de Zipper zo uniek maakte, dat dat een ja, Dendermonde was allee, Grimberg, dat was geen stad, hè? Allee, dat was geen grootstad. En dan komt er zo ineens zo'n discotheek, high-tech, toen destijds, dat was nooit gezien. En ik kwam daar de eerste keer binnen en mijn mond die viel open van verbazing, hè? Een kwestie van lichteffecten. De indeling, dat is ook niet mogelijk nu, niet meer hoeveel volk dat er, ik geloof dat er op een weekend 4000 man passeerde op 3 dagen. En dat was nooit gezien, van interieur, van hoe dat ze reclame maakten, dat was echt de max. Ja, het is, ja, het ambacht is kapot, hè. Alles wordt gedigitaliseerd. Ik heb een zoontje van 6 jaar. Die kan ook draaien. Je moet niet meer kunnen mixen, je kunt dat op sync zetten.
Maar de scène is wel veranderd in die zin dat ik draaide vroeger 8 uur op een avond. En dan is er een periode dat, dat de festivals opkwamen en dan moet je een uur gaan draaien. Dat is moeilijk, hè? Je begint en je zegt gewoon van een opbouw te doen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan draai je de platen en zie je een dansvloer en je die leeg, hè? Dan doe ik hier iets verkeerd. Maar ja, je zegt gewoon van je set op te bouwen. En het nadeel is dat je komt op een festival of komt op een avond, een retroavond, hè? En dan hoor je de hele avond altijd dezelfde platen om het uur. En ik word daar moe van. Ik ben meer voor dingen zoeken die een ander niet kan of niet. Omdat iedereen wil hitjes draaien. En dat is jammer. Dat is jammer gewoon.